De binnenstad van Eindhoven staat vanaf 5 november geheel in het teken van licht. Tijdens het lichtfestival Glow zijn bijzondere lichtinstallaties van verschillende kunstenaars te zien. Zo ook het kunstwerk van Michel Suk en Philips, dat de bezoeker het gevoel geeft in een echte stad te lopen. De afgelopen dagen zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor de lancering van het kunstwerk. We zijn eigenlijk nu aan het fine-tunen. Dus dat wil zeggen dat we de ronde vorm van de rivier, de contour van de rivier, zeg maar wat beter in de installatie gaan zetten. En dat is allemaal handwerk. En gelukkig hoef ik het niet te doen, maar we zien een van mijn collega's daar nu met touwtjes de goede vorm erin te krijgen. Want het is natuurlijk wel natuur en Domel is natuurlijk een natuurlijke rivier met een natuurlijk verloop. Het kunstwerk bestaat onder meer uit 200 professionele LED-armaturen die beschikbaar zijn gesteld door Philips. Het bedrijf ondersteunt ook dit jaar weer het festival. Philips doet al mee sinds het begin van Glow. En dat doet Philips van harte, want Glow is een geweldige manier om op het licht dicht bij de mensen te brengen. Iedereen kan ervaren wat voor schitterende effecten je met licht kunt bereiken. Door de LED-verlichting wordt op het campusterrein van de TU Eindhoven een compleet leefbare stad gecreëerd. Met onder andere bomen, een rivier en wolkenkrabbers. Ik denk dat de mensen verrast zijn door de beweging en de reflectie die het geeft in het water. En ze herontdekken eigenlijk een nieuw stukje omgeving die ze misschien nog nooit op die manier bekeken hadden. Philips is expert op het gebied van verlichting, met name LED-verlichting. En door goede verlichting te brengen in steden wordt de omgeving veel veiliger en prettiger. En dat draagt bij tot de gezondheid en welbevinden van stadsbewoners over de hele wereld. En daarom dragen we Glow een warm hart toe. Glow 2011 is nog tot en met 12 november te bezoeken.